welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het een super positieve video, want vandaag ga ik het hebben over mijn beste make-up. De make-up producten die ik de laatste tijd super vaak gebruik, omdat ik ze gewoon echt heel erg fijn vind. Dus pak je portemonnee er maar weer bij, want je gaat weer geld opmaken vandaag. Ik heb laatst een video geplaatst met de slechtste make-up, dus ik dacht het is ook tijd voor een video met de beste make-up. Dit zijn make-up producten die echt geweldig werken voor mij. Het kan eventueel zijn dat er misschien iets niet werkt voor jou, wat wel werkt voor mij. Dat kan, of andersom, dat kan ook altijd. Maar we zoeken allemaal iets anders. We hebben allemaal andere wensen, voorkeuren, etc. Dus ja, niks is goed voor echt letterlijk iedereen. Maar de producten van vandaag werken echt geweldig voor mij. En ik denk dat ze ook geweldig gaan werken voor jullie. Een aantal heb je misschien al gezien in video's, maar een aantal ook niet. En ja, daar gaan we het gewoon vandaag lekker gezellig over hebben. Dus pak er lekker iets te eten bij, iets te drinken. En kom lekker luisteren naar mijn gebrabbel. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik weet het. Deze make-up look is echt super heftig. Maar ik heb net een full face met nieuwe make-up gefilmd. Die video staat, als het goed is, al online. Als deze video online komt. Dus als je hiermee klaar bent, ga dan vooral ook eventjes die video bekijken. Ik begin altijd mijn video's met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. En vandaag is dat ook het eerste product waar we het over gaan hebben. En dat is deze W7 Major Matte Lipstick. Ik heb hem in de kleur Exposed. Die heb ik nou op. Dit is een geweldige lipstick. Hij is echt super creamy. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Het is een hele mooie nude kleur. De perfecte nude voor mij. W7 staat ook echt bekend om de dupes. Ze apen altijd andere merken na. En deze lipstick is een regelrechte dupe van de Huda Beauty Matte Lipstick. Is dit niet gewoon letterlijk identiek aan elkaar? Dit kan toch niet, jongens? Het is echt gewoon bijna beschamend hoe erg ze gewoon scheid hebben aan andere merken en het gewoon letterlijk namaken. Die van Huda Beauty die ik heb is in de kleur Staycation. Is een van mijn fave nudes. Ik zal ze even naast elkaar swatchen. En ik denk ook dat dit twee kleuren zijn die echt op elkaar moeten lijken. Kijk, hier is de kleur van Huda Beauty en hier is de kleur van W7. Die heeft iets meer glans, maar de kleuren lijken wel echt heel veel op elkaar. Ik hou echt van deze Huda Beauty lipstick. Het is mat, maar het voelt super creamy aan. Het droogt je lippen niet uit en de kleur is gewoon echt mooi. Dus toen ik deze dupe zag, ik dacht echt, deze moet ik bestellen, want deze lipstick is een klein beetje duur. En ik vind hem echt amazing. Super mooi. Ik heb hem nou gecombineerd met mijn Morphe Sweetie lip pencil. Deze combinatie vind ik echt prachtig. Is echt de ideale nude voor mij. Dus deze lipsticks, ik raad ze zeker aan te kopen bij Boozy Shop. Dan ga ik verder met een foundation. En dat is deze Clinique Foundation. Dit is de Clinique Even Better Clinical Serum Foundation. Altijd als ik hoor serum foundation, ben ik al niet zo enthousiast. Want dat heeft vaak zo'n lichte dekking. Brengt niet fijn aan. Vaak is het ook een klein beetje uitdrogend. Maar deze foundation, als je mij volgt, heb je hem nou waarschijnlijk al 100 keer gezien in video's. Dit is echt de fijnste foundation ever. En wat ik er ook zo geweldig aan vind, is dat ik oprecht denk dat dit geschikt gaat zijn voor letterlijk elke huidtype. Het heeft een hele mooie naturel medium finish. Ik zelf heb een normale tot droge huid. Hij droogt mijn huid niet extra uit. Hij blijft ook niet plakken aan plekjes. Hij smeert gewoon lekker in. Ik heb ook een vriendin aan wie ik hem helemaal heb aangeraden. En zij heeft ook een andere soort huid dan mij. En zij vindt hem ook echt heel erg fijn. Haar huid is meer vettig. Dus dit is echt zo'n product dat echt gewoon geschikt gaat zijn voor bijna iedereen. Ik vind hem super mooi. Je hebt hem volgens mij ook in best wel wat kleuren. Ik heb de kleur WN38 Stone. En dit is ook echt een geweldige kleur van mij. Ook de concealer hiervan vind ik heel erg fijn. Ik vind het gewoon echt een hele fijne universal foundation. Dan ga ik verder met de nieuwe Elf Party Primer. Deze heb ik nog geen enkele keer laten zien op mijn YouTube kanaal. Maar ik heb hem al wel gebruikt op mijn Instagram. Want ik had een samenwerking met Elf. Maar dit van vandaag heeft helemaal niks te maken met die samenwerking. Ik vind deze Elf Party Bronzer echt amazing. Let wel op de kleuren ogen donkerder dan dat ze zijn. Ik heb de kleur Bronzed Bell. En hij lijkt echt heel erg donker. Maar als je hem aanbrengt, brengt hij echt wat lichter aan. Dus laat je niet van de wijs brengen door de kleuren. Dit is echt een super fijne cream bronzer. Hij blendt echt geweldig uit. Hij blendt helemaal mooi
in de huid. Hij doet helemaal niks raars. Hij blijft niet plakken. Hij blendt ook niet helemaal weg. Het geeft je huid gewoon echt een hele, hele mooie bronzy glow. Ik vond de body blush niet zo fijn, omdat hij niet zo fijn uitblendde en zo. Maar deze Elf body bronzer vind ik echt amazing. Het enige wat ik een beetje te klagen heb, is het formaat. Ik heb hier ook de Elf body primer. En dat was een beter formaat geweest. Ik had het liefst gewild dat deze bronzer even groot was als deze verpakking. En dat omdat dit een bronzer is en bronzer kwasten altijd wat groter zijn. En dit potje is echt best wel klein. Maar ik vind hem echt heel erg fijn. Een rode lipstick die ik al opdoe sinds ik dit product heb, is deze matte liquid lipstick van MAC Cosmetics van de Cruella collectie. Dit is in de kleur Mayhem. Dit is letterlijk de mooiste rode lipstick die ik hier heb in mijn collectie. Het is echt een true red met een blauwe ondertoon. En het is echt prachtig. Kijk even hoe mooi deze rode kleur is. Ik heb hem echt al super vaak opgehaald. Ik vind de formule van dit product ook heel erg fijn. Het is heel mat, maar het droogt mijn lippen niet uit. Ik heb hele droge lippen. Dus dat is een probleem die ik heel vaak heb. En dat is hiermee niet. Het voelt super licht op de lippen. En ik vind hem echt geweldig. Het kost wel wat, want het is MAC Cosmetics. Maar ik vind het echt het geld waard. Ik vind de kleur mooi. Ik vind de formule mooi. Ik vind ook de verpakking mooi. De Cruella collectie heeft echt prachtige verpakkingen. Ik heb ook een hele video gemaakt over die collectie, mocht je daarin zijn geïnteresseerd. Het is wel een limited collectie, dus ik zou hem echt gewoon snel halen. Dit is echt de mooiste rode kleur ever. Oké, dan heb ik hier een blush. Deze blush is niet nieuw of zo. Dit is een blush die al lang bestaat, maar ik heb hem pas ontdekt en ik vind hem echt geweldig. En dat is de Papa Don't Peach blush van Too Faced. Dit is echt een hele mooie glanzende peachy kleur. Het is wel echt een super super glanzende blush. Kijk even hoeveel glans hiervan afkomt. Het is echt super glanzend. Deze blush gebruik ik als blush topper. Dus op een andere blush. Dat vind ik echt prachtig. Ik heb jullie in mijn laatste Soft Glam video ook laten zien dat ik eerst begin met het aanbrengen van een hele felle roze matte blush. En dan ga ik in met deze glanzende blush. En dat creëert echt zo'n prachtige glow over mijn hele huid. Ik hoef ook geen highlighter aan te brengen als ik niet wil. Het creëert echt zo'n prachtige blush. Ik heb hem nou ook op. Ik heb een cream blush op van Morphe. En daar overheen ben ik gegaan met deze blush. Het is echt super mooi. Het geeft echt een super mooie glow. Zien we die glow hier helemaal zitten? Dat is niet de highlighter. Dat is echt gewoon deze blush. Het heeft ook wat pigment. Ik vind ook de kleur heel mooi. Echt, I love it. Ik vind het effect heel mooi. Deze blush ruikt ook echt heerlijk. Het ruikt echt naar peaches. Het is echt amazing. Ik vind dit echt gewoon geweldig in combinatie met een andere blush gewoon eroverheen. Ik zou hem niet snel alleen dragen, maar wel zeker gecombineerd met iets anders als een soort van topper. Dan ga ik verder met deze prachtige highlighter die ik nou op heb. En dat is deze super goedkope van Catrice. Dit is de Catrice Border & Glow Highlighter. Deze is echt geweldig. Deze had ik gewoon gehaald bij de kruidvat. Gewoon echt heel random. Ik dacht, deze ziet er wel mooi uit. Laat me het gewoon halen. Ik verwachtte er niet echt heel veel van. Maar dit is nou echt een van de mooiste highlighters die ik heb, jongens. Kijk even dit. Is dit niet echt prachtig? En vooral voor die lage prijs. Het is een hele mooie champagne kleur. Ik heb hem nu ook op over mijn hele gezicht. Het is echt fantastisch. Hij is ook super creamy. Hij is niet zo poederig. Hij blendt echt mooi in de huid. Het geeft echt een beetje zo'n wet look. Ik vind het echt een fantastische goedkope highlighter. Dus jongens, ga naar de kruidvat en haal hem. Dit is in de kleur 030 Beyond Golden Glow. Dan heb ik hier de beste eyeliner pen ever, by far. En dat is de Kyliner van Kylie Cosmetics. Dit is echt de fijnste eyeliner pen ever. Deze heb ik ontdekt toen ik een hele review video heb gemaakt over heel hun nieuwe collectie. Dit is echt de mooiste eyeliner ever. Kijk hoe makkelijk het een zwarte streep zet. De punt is echt heel puntig, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij is echt super scherp. Ook voor beginners gaat dit echt ideaal zijn. Want je kunt super makkelijk zo'n hele scherpe eyeliner maken. Heel veel mensen hebben het probleem dat het niet echt heel goed lukt om echt een hele scherpe punt te krijgen. Hiermee is dat echt gewoon super makkelijk voor beginners, ervaren mensen. Ik hou ervan. Hij is ook super zwart. Hij droogt snel op. Ik vind hem echt amazing. Dit is echt een van de fijnste pennen die ik heb in mijn collectie. Heb jij nou iets van, Sarah, ik vind 20 euro betalen toch wel een tikketje duur? Ik heb hier ook een dupe en dat is deze She Glam eyeliner pen van Shein.
Deze lijkt niet alleen qua verpakking heel veel erop, maar ook echt gewoon qua formule, qua punt. Ook deze heeft een hele puntige punt. Ook hiermee kun je zo'n hele scherpe lijn maken. En deze kost echt een stuk minder. Hij is ook echt super zwart. Kijk even dit. Hij lijkt zoveel op die andere, maar hij kost echt gewoon geen stront. Een verschil is wel is dat deze een beetje waterig is. Kijk, je kunt ook zien dat hij een beetje is gaan bloeden en dat doet die andere niet. Dus dat is eigenlijk het enige verschil die ik zie. Al met al vind ik hem gewoon wel heel erg goed. Als laatste heb ik een mascara die ik jullie echt graag wil aanraden. En dat is de Catrice Clean ID Mascara. Dit is echt een super fijne betaalbare mascara. Echt, I love it. Dit is dan hoe die eruit ziet. Het is echt een super fijn borsteltje. Het pakt echt je wimpers goed vast. Het trekt ze echt helemaal zo omhoog. En het geeft super, super veel volume. Sinds ik hem voor het eerst heb gebruikt, vind ik hem echt al amazing. Hij is ook speciaal gemaakt voor mensen met gevoelige ogen. Dus als je dat hebt, dan gaat hij ook ideaal zijn voor jou. Nou jongens, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Dit zijn alle producten die ik persoonlijk echt amazing vind. En ik denk dat jullie ze ook echt heel erg fijn gaan vinden. Als je dit soort van updates video's vaker wilt zien, let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!